Vervolg van het audioboek van Wie heeft God gemaakt, op zoek naar een allesverklarende theorie, geschreven door Edgar Andrews. Elk hoofdstuk begint met een korte samenvatting van het hoofdstuk en met een verklarende woordenlijst waarin enkele moeilijke woorden worden uitgelegd die misschien niet voor elke lezer duidelijk zijn. Daarna begint het eigenlijke hoofdstuk. Hoofdstuk 5, waarin we kort Victor Stengers boek God, een onhoudbare hypothese, hoe de wetenschap bewijst dat God niet bestaat, gaan bespreken. Nadat we in het vorige hoofdstuk de Godhypothese geïntroduceerd hebben, gaan we in op de uitdaging van deze bekende atheïst, die beweert dat onze hypothese onhoudbaar is en dat de wetenschap dat ook bewijst. We zullen zien. Dat die bewering nergens op slaat, omdat hij gebaseerd is op onjuiste redeneringen en tendentieuze visies op de wetenschap. Stingers eerste fout is dat hij zegt dat alle hypothesen wetenschappelijke hypothesen zijn, maar door die uitspraak komt hij in conflict met vriend en vijand. Vervolgens stelt hij een aantal zaken volledig verkeerd voor en probeert hij deze te ontkrachten zonder dat het nodig is. Bijvoorbeeld het geloof in de mythe van een platte aarde. waar veel kerkvaders nooit in geloofd hebben. en andere oude kosmologische voorstellingen. om tenslotte te beweren dat eenvoud complexiteit voortbrengt. misschien zonder te beseffen dat Richard Dawkins precies het tegenovergestelde beweert. Dr. Stenger argumenteert niet overtuigend tegen het idee van onherleidbare complexiteit. en intelligent design. Maar we kunnen hem corrigeren met behulp van Sir Fred Hoyle's Jumbo Jet en een bouwpakket. Uiteindelijk verdwijnt hij in het zwarte gat van zijn eigen logica, maar dat zien we pas in hoofdstuk 10. Een kostelijk hoofdstuk. Nieuwe woorden: Hermelijn, een klein zoogdier. Hij is familie van de wezel en lijkt daar ook op, maar is iets groter. Fretten en denkfouten. En dan is er een voetnoot. De fret is net als de hermelijn, familie van de wezel, maar de fretten verwijzen hier uiteraard naar wetenschappelijke theorieën. Einde voetnoot. Darwin verjaagde God uit zijn oude schuilplaatsen in de biologie, waarna hij een veilig onderkomen vond in de natuurkunde. De wetten en constanten van het universum. Zijn gewoon te mooi om waar te zijn, zo werd ons verteld. Er zit een plan achter dat de uiteindelijke ontwikkeling van het leven mogelijk maakte. Er was een goede natuurkundige voor nodig om deze denkfout aan te tonen. Die goede natuurkundige heet Victor Stenger. Hij jaagt een groepje felle fretten door de laatste vluchtgaten heen, zodat God nog maar weinig plekken over heeft waar hij schuilen kan. Richard Dawkins op de achterflap van God een onhoudbare hypothese door Victor Stenger. In hoofdstuk 6 gaan we ons bezighouden met de oorzo zo belangrijke definitie van God. Maar laten we ter ontspanning eerst eens gaan zoeken naar fretten en denkfouten. De fretten zijn de creatieve vondst van Richard Dawkins in bovenstaand citaat. Maar de denkfouten staan op het konto van Victor Stenger. De auteur van God, een onhoudbare hypothese, hoe de wetenschap bewijst dat God niet bestaat. Ik wil één ding duidelijk maken. Ik heb dit boek niet geschreven als antwoord op de boeken van anderen. Hoewel boeken als antwoord een belangrijke functie vervullen, heb ik altijd het gevoel gehad dat ze hun auteurs in de verdediging drukken. Een robuuste, sterke hypothese kan ongeacht hoe bizar zij is, een goed dooddacht weerwoord altijd overtreffen. Misschien omdat een positieve stelling aantrekkelijker is dan een negatief weerwoord. Maar om te voorkomen dat ik beschuldigd word van het negeren van goede argumenten tegen mijn eigen stelling, zal ik een uitzondering maken in een hoofdstuk wijden aan Victor Stengers vreemde suggestie dat de wetenschap het niet bestaan van God bewijst. Zelfs Richard Dawkins gaat niet zo ver en hij voelt zich dan ook gedwongen om allerlei morele, filosofische, historische en sociologische argumenten te verzamelen voor zijn pogingen om te bewijzen dat god een waanidee is. Waarom zou hij dat doen als hij denkt dat de wetenschap het sloopwerk ook alleen wel af kan? In een T-shirt naar de top van de Mount Everest. Voordat we puntsgewijs Dr. Stinger's stelling gaan behandelen kan het goed zijn om enkele algemene opmerkingen te maken? We weten uit het vorige hoofdstuk dat paleontoloog Stephen J. Gould, die toch wel een zwaar gewicht was in de kunst van het verklaren van de wetenschap aan de massa, het idee dat de wetenschap laat zien dat God niet bestaat of dat ooit zou kunnen, resoluut verwierp. En Gould was een agnost die neigde naar het atheïsme. Dr. Stengel lijkt op een man die, moedig maar toch alleen, de Mount Everest beklimt in een t-shirt. Ja, zelfs de prestigieuze Nationale Academie van Wetenschappen in de Verenigde Staten heeft publiekelijk verklaard: De wetenschap geeft ons informatie over onze wereld. Het bereik van de wetenschap beperkt zich echter tot het verklaren van de wereld door natuurlijke oorzaken. De wetenschap kan niet zeggen. Over het bovennatuurlijke. Het al dan niet bestaan van God is een kwestie waarin de wetenschap neutraal is. Stenger is het hier natuurlijk niet mee eens, maar hij verschilt hier juist van mening met de meeste wetenschappers, in plaats van met degenen die in God geloven. Maar als de wetenschap het niet bestaan van God bewijst, hoe komt het dan dat de meeste vooraanstaande wetenschappers van de afgelopen 200 jaar dat nooit is opgevallen? Het betreft hier Bijbelgelovende christenen, zoals Michael Faraday, 1791 tot 1867, James Clerk Maxwell, 1831 tot 1879 en Arno Penzias, geboren in 1933. Maar ook veel wetenschappers die het idee van een transcendente wereld hebben onderschreven of nog steeds onderschrijven. Albert Einstein, 1879 tot 1955 behoorde tot die laatste groep. En hoewel hij het idee van een persoonlijke God verwierp, en nog het best omschreven kan worden als een pantheïst, klaagde hij toch. Met het oog op de hoge graad van harmonie in de kosmos, voor zover ik die met mijn beperkte verstand kan waarnemen, verbaast het mij dat er nog altijd mensen zijn die zeggen dat er geen God is. Maar waar ik echt boos aan word, is dat zij mij citeren om hun standpunt kracht bij te zetten. James Joule, 1818 tot 1889, die met de eerste wet van de thermodynamica over het behoud van energie op de proppen kwam en belangrijke bijdragen leverde aan de kinetische gastheorie, twijfelde niet. Het is duidelijk dat bekendheid met de natuurwetten inhoudt dat men dan bekend is met de gedachten van God die erin uitgedrukt worden. Stephen Hawking. 1942 tot 2018, gebruikt in de tekst van vier pagina's in het laatste hoofdstuk van zijn boek Het heelal, acht keer het woord God. Hoewel hij geen uitspraak doet over het bestaan van God, geeft hij duidelijk toe dat die mogelijkheid bestaat en gebruikt hij de naam van God telkens in een serieuze context. Lord Martin Rees, die van 2005 tot 2010 voorzitter was van de Royal Society, dat is de Britse Academie van Wetenschappen, zei: Ik wil graag gezegd hebben dat er volgens mij geen conflict bestaat tussen wetenschap en geloof. En hij voegde eraan toe: Net als veel andere wetenschappers ga ik naar de kerk. En zoals de meeste gelovigen verwonder ik mij over het mysterie van het universum en wil ik meedoen aan religieuze gebruiken omdat alle mensen daarin kunnen delen. Het punt is niet dat Martin Rees naar de kerk gaat of in God gelooft, maar dat er volgens hem geen conflict bestaat tussen wetenschap en geloof. Dat conflict zou er toch moeten zijn als de wetenschap het niet bestaan van God bewijst. Maar Stenger doet amper een poging om te bewijzen dat God niet bestaat. Zijn eigenlijke standpunt is dat de wetenschap niet kan bewijzen dat God wel bestaat, maar dat is iets heel anders. Het lijkt er dus op dat hij de twee beweringen in zijn hoofd door elkaar haalt. De denkfout van de eerste fret. Alle hypothesen zijn wetenschappelijke hypothesen. Op het eerste gezicht lijkt het begin van de stelling in het boek van Dr. Stenger heel bewonderenswaardig helder te zijn. Hij schrijft: Mijn analyse is gebaseerd op het standpunt dat God met wetenschappelijke middelen waargenomen moet kunnen worden. Simpelweg omdat Hij volgens velen zo'n centrale rol speelt in het besturen van het universum en in de levens van mensen. De huidige wetenschappelijke modellen hebben nergens een plekje vrijgehouden voor God als middel om onze waarnemingen te beschrijven. Dus als God bestaat, moet Hij ergens in de zwarte gaten tussen aanhalingstekens of fouten in de wetenschappelijke modellen bestaan. En opnieuw, voor zover we met onze huidige wetenschappelijke kennis kunnen nagaan, kan het universum zoals we dat met onze zintuigen en onze wetenschappelijke instrumenten waarnemen, volledig worden beschreven in termen van materie en stoffelijke processen. Hij vervolgt. De stelling van dit boek is dat de Godhypothese toesbaar is en dat zij kan worden bevestigd of ontkracht met de beproefde methoden van de wetenschap. Maar die ogenschijnlijke helderheid is slechts een illusie, want er zitten subtiele verschuivingen in deze drie uitspraken. Hij impliceert achtereenvolgens dat God waarneembaar zou moeten zijn, één, door wetenschappelijke Modellen tussen aanhalingstekens. Twee, door wetenschappelijke metingen, met andere woorden door onze zintuigen en wetenschappelijke instrumenten. En drie, door wetenschappelijke methoden tussen aanhalingstekens. Dit zijn drie heel verschillende stellingen. Ze hebben betrekking op respectievelijk modellen, metingen en methoden. En door snel van de ene naar de andere te springen. Terwijl hij zijn argument opbouwt, misleidt dokter Stenger wellicht onbewust de onoplettende lezer. In minder hoge kringen noemen ze dat de drie kaarten truc of vind de dame. Hij zal ongetwijfeld tegenwerpen dat hij gewoon alle aspecten van de wetenschap in zijn analyse meeneemt. Maar dat zou alleen waar zijn als modellen, metingen en methoden allemaal God zouden buitensluiten. We zouden dan tot dezelfde conclusie komen als de Nationale Academie van Wetenschappen, namelijk dat de wetenschap niets kan zeggen over God. Maar net als bij de drie kaarten truc is er één kaart die bijzonder is. Dus verschillen, in de stelling van Stenger, de methoden van de wetenschap van haar modellen en metingen. Hij beweert dat de methoden van de wetenschap God in haar troonzalen toelaat, terwijl ...de modellen en metingen van de wetenschap hem buitensluiten. Op deze manier kan hij van twee walletjes eten. God zou waarneembaar moeten zijn door de wetenschap, door haar methoden... ...maar hij verdwijnt door haar modellen en metingen. Het is niet zo dat God een schuilplaats zoekt in het konijnenhol van de wetenschap. Het is veleer Stinger die, in navolging van Dawkins, God... In het hol van de wetenschappelijke methodologie probeert te drijven. Vervolgens sluit hij alle andere uitgangen van het gangenstelsel af en kampt het hele hol uit. En als hij merkt dat de Godheid niet thuis is, verklaart hij hem tot een niet bestaand wezen. Maar als dokter Stenger even de moeite zou nemen om over zijn schouder te kijken, zou hij de landeigenaar, dat is God, zien staan, die geamuseerd. Doch lichtelijk ongeduldig, met een dubbelloops jachtgeweer onder de arm, de konijnenjacht van een afstand garen slaat. We keren terug naar de drie stellingen van Stenger. In plaats van te bewijzen dat God niet bestaat, zegt de eerste stelling alleen maar dat de wetenschappers van vandaag ervoor kiezen geen rekening te houden met God als ze zij wetenschappelijke modellen van het stoffelijke universum opstellen. Dat komt natuurlijk niet als een verrassing, omdat God geen stoffelijke entiteit is die in een model gevat kan worden. In een wiskundig model van het zonnestelsel zult u God niet vinden, maar toch zou Johannes Kepler, 1571 tot 1630, toen hij de wiskundige wetten van de beweging der planeten ontdekte, het volgende uitgeroepen hebben: O God, uw gedachten denk ik u na. Kepler's wiskundige vergelijkingen hebben geen symbool voor God, maar dat weerhield hem er niet van de wetten zelf toe te schrijven aan de gedachten van God. Kepler's wetten bevatten trouwens ook geen symbolen voor liefde of haat, maar dat betekent niet dat liefde en haat niet bestaan. Stenger's tweede stelling gaat niet over wetenschappelijke modellen, maar over wetenschappelijke metingen of data. Volgens die stelling zouden onze zintuigen, zelfs met de hulp van wetenschappelijke instrumenten, niet in staat zijn God waar te nemen, waarmee gesuggereerd wordt dat als Hij niet waarneembaar is, Hij ook niet bestaat. Maar waarom zouden onze fysieke zintuigen in staat moeten zijn om God waar te nemen als Jezus zegt, God is geest, en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid? Hoezeer onze vijf zintuigen ook verbeterd of aangevuld worden door wetenschappelijke instrumenten, het blijven fysieke zintuigen. Zij zijn gemaakt om materiële en fysieke voorwerpen en processen te onderzoeken, geen geestelijke. Het ontkennen van het bestaan van geestelijke entiteiten, omdat ze niet op onze radarschermen verschijnen, is als het ontkennen van het bestaan van schoonheid, omdat de chemische analyse van een geslepen diamant. Niets oplevert wat aan die beschrijving voldoet. De Apostel Paulus zei: Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dit zijn abstracte concepten en subjectieve ervaringen. We zien hun effect op het menselijk gedrag, maar de geestelijke concepten zelf. Zijn nog voor onze zintuigen, nog voor onze wetenschappelijke instrumenten toegankelijk. Maar ze zijn wel echt. In stelling 3 verplaatst dokter Stenger de doelpalen opnieuw. Terwijl stelling 1 over wetenschappelijke modellen ging en stelling 2 over wetenschappelijke metingen, gaat stelling 3 volledig over wetenschappelijke methoden. En met methoden Bedoelt hij niet het gebruik van microscopen, telescopen en atoomsplisters, maar veeleer de methodologie die we in het vorige hoofdstuk bespraken, met andere woorden, waarnemingen, hypothesen en toetsingen, welke een theorie bewijzen of ontkrachten? Het onderscheid tussen de metingen of data van de wetenschap en de methodologie van de wetenschap is belangrijk. Stenger hekelt uitgerekend. De Nationale Academie van Wetenschappen in de Verenigde Staten voor haar eerder genoemde verklaring, die luidt: Het bereik van de wetenschap beperkt zich tot het verklaren van de wereld door natuurlijke oorzaken. De wetenschap kan niets zeggen over het bovennatuurlijke. Het is duidelijk dat de academie het hier heeft over de bevindingen van de wetenschap, waarmee ze maar zeggen wil dat het bevindingen zijn. Die alleen betrekking hebben op de natuurlijke wereld. Stenger is het hier niet mee eens en beweert in stelling 2 dat als God bestaat, hij door wetenschappelijke data aangetoond moet kunnen worden. Maar in de rest van dit boek neemt hij plotseling een ander standpunt in en zegt hij, in stelling 3, dat de methodologie van de wetenschap ook op God toegepast kan worden. Het voorbeeld van de vermiste post in hoofdstuk 4 maakte al duidelijk dat deze methodologie absoluut niet beperkt is tot de wetenschap, maar een integraal onderdeel is van ons rationele denkproces. Mijn drie onbestelde posthypothesen waren geen wetenschappelijke hypothesen, en ik ben ervan overtuigd dat mijn conclusies niet aanvaard zouden worden als betrouwbare wetenschappelijke data, alleen al vanwege het feit dat een misser bij één postbestelling statistisch gezien van weinig betekenis is. Maar door geen van deze feiten worden de hypothesen ontkracht of hun conclusies onjuist. Stengers eerste denkfout is nu ontrafeld. Hij begint zijn betoog door terecht te stellen dat we de vraag naar het bestaan van God kunnen beantwoorden met behulp van de hypothetische benadering. Vervolgens geeft hij die benadering het label wetenschappelijk, omdat die vaak gebruikt wordt door de wetenschap, maar hij vergeet gemakshalve dat diezelfde methodologie ook toepasbaar is op het dagelijks leven. Door te beweren dat elke hypothese wetenschappelijk is, kan hij vasthouden aan zijn stelling dat de godhypothese een wetenschappelijke hypothese moet zijn. Ten slotte trekt hij de conclusie dat God niet bestaat omdat hij niet gevonden kan worden in de door microscopen, telescopen of atoomsplisters verzamelde wetenschappelijke data. Laten we hier eens wat aandachtiger naar kijken. Stengers' denkwijze is als volgt: 1 De hypothetische benadering is toepasbaar op God. 2 De hypothetische benadering is is een integraal deel van de wetenschap. 3. Dus, alle hypothesen zijn wetenschappelijke hypothesen. 4. Dus, de godhypothese is een wetenschappelijke hypothese. 5. Dus, de godhypothese kan getoetst worden door wetenschappelijke experimenten. 6. De data die verzameld zijn door wetenschappelijke experimenten, tonen het bestaan van God niet aan. 7. Dus God bestaat niet. De onjuiste stellingen zijn cursief weergegeven. Dat zijn de stellingen 3, 4, 5 en 7. Ik zal later in het boek uitvoerig ingaan op het verband tussen stelling 6 en de natuurwetten. Maar vier denkfouten in slechts één argument zijn voorlopig genoeg om ons nog even bezig te houden. Wanneer een christelijke gelovige, die toevallig ook een wetenschapper is, de liefde van God ervaart die in zijn hart uitgestort is, rent hij niet meteen naar zijn werkkamer om er een wetenschappelijke verhandeling over te schrijven voor het tijdschrift voor toegepaste natuurkunde, of het tijdschrift van de Britse Academie van Wetenschappen? Zijn ervaring? Bevat simpelweg geen wetenschappelijke data. Maar zijn wetenschappelijk geoefende verstand zal vermoedelijk wel alle stappen van een hypothetische redenering doorlopen en concluderen dat God bestaat. De denkfout van de tweede Fret. Mijn opponenten begrijpen het niet. Wanneer kan zo'n verkeerde voorstelling van zaken een denkfout genoemd worden? Antwoord. Wanneer de uitvinder ervan denkt dat de voorstelling klopt. Als hij denkt dat de voorstelling niet klopt, maakt hij geen denkfout, maar pleegt hij bedrog. Dr. Stenger is de Don Quichotte van het atheïsme. Hij trekt enthousiast in strijden, misschien te goede trouw, tegen de windmolens en valt onze zogenaamd verkeerde voorstellingen aan. Enkele voorbeelden. Citaat. Het fossielenarchief, het bestaan van overgangsvormen en de waarneming van evolutie in het laboratorium, weerleggen de hypothese van een god die op een bepaald moment in de tijd afzonderlijke oertypen schiep en ze naar hun aard onveranderd liet voortbestaan. Einde citaat. We gaan even voorbij aan de controversiële kwesties van overgangsvormen en welke vorm van evolutie tussen aanhalingstekens in een laboratorium waarneembaar zou zijn, en richten ons op Stengers verkeerde voorstelling dat christenen geloven dat de geschapen soorten in het boek Genesis a. soorten waren zoals die vandaag de dag gedefinieerd zijn, en b. sindsdien nooit meer veranderd zijn. Zelfs onder de meest overtuigde creationisten ken ik niemand die een van die visies aanhangt. In mijn boek From Nothing to Nature, dat in het Nederlands verscheen onder de titel Van Niets tot Natuur, stel ik bijvoorbeeld dat alle hondachtigen, wolf, hond, vos enzovoort, waarschijnlijk afstammen van één enkele Bijbelse oersoort. Ik wijs er ook op dat door alle menselijke rassen te herleiden tot een eerste mensenpaar, de Bijbel zelf aantoont dat er na langere tijd grote veranderingen. En verscheidenheid kunnen ontstaan binnen dezelfde soort. Creationisten ontkennen natuurlijk het bestaan van mutaties en natuurlijke selectie niet, noch hun onvermogen om veranderingen te veroorzaken, maar wel de absolute macht van zulke gedachtenloze en toevallige processen om de vele soorten op aarde uit een soort oersoep of een elementaire levenswonk tevoorschijn te toveren. Maar wat betreft het geven van verkeerde voorstellingen van zaken, valt alles in het niet bij dokter Stengers panoramische weergave op pagina 47 van zijn eerder genoemde boek. Citaat: Voor het tijdperk van de wetenschap waren godsdienstige overtuigingen gebaseerd op geloof, culturele tradities en vertrouwen in de geopenbaarde waarheden in heilige boeken en leringen van door God uitverkoren wijze mannen en vrouwen. Toen de wetenschap dat geloof langzaam uitholde door aan te tonen dat veel van de traditionele leringen, zoals het idee van een platte aarde die stilstond in het midden van een firmament van sterren en planeten, simpelweg niet klopten, begonnen de mensen de wetenschap zelf te gebruiken om te zoeken naar bewijzen voor het bestaan van een opperwezen, onafhankelijk van het geloof in de letterlijke waarheid van de Bijbel of andere goddelijke openbaringen. Einde citaat. Dit overzicht van de geschiedenis van het westerse denken is prijzenswaardig kort. Er klopt ook helemaal niets van. In de eerste plaats zijn godsdienstige overtuigingen niet veranderd sinds het tijdperk van de wetenschap. Zij zijn nog steeds gebaseerd op geloof, traditie en openbaring, die tot op de dag van vandaag hun geldigheid behouden. In de tweede plaats is de wetenschap buitengewoon incapabel gebleken in haar pogingen die overtuigingen te ondermijnen, om redenen die we al genoemd hebben in de citaten van Stephen J. Gould en de Nationale Academie van Wetenschappen in de Verenigde Staten. Integendeel, het blijven sterke ingrediënten van de menselijke beschaving. Waarom zou Stenger anders de noodzaak hebben gevoeld zijn boek te schrijven? In de derde plaats waren de enige traditionele leringen, die een platte aarde in het midden van een firmament van sterren en planeten beschreven, die van het oude China. Kosmologieën uit het westen en Midden Oosten hebben die aspecten nooit samengevoegd. In de vierde plaats geloofden godsdienstijveraars echt in een platte aarde voor het begin van het wetenschappelijk tijdperk? In ieder geval niet sinds Aristoteles in 330 voor Christus het bewijs leverde voor een bolvormige aarde, toen hij ontdekte dat reizigers die naar het zuiden trokken, de zuidelijke sterrenbeelden hoger boven de horizon zagen staan. Hij wees er ook op dat de schaduw van de aarde op de maan altijd cirkelvormig is en dat alleen een bolvormige aarde een cirkelvormige schaduw kan hebben tijdens alle maanfasen. In 240 voor Christus berekende Eratosthenes, zelfs de omtrek van de aarde. In zijn tractaat De Temporum Ratione, dat betekent over de tijdrekening, verklaarde de monnik Beda de eerbiedwaardige, die leefde circa 672 tot 735, het verschil in de lengte van de dagen door de cirkelvorm van de aarde. Want, vervolgt hij, niet zonder reden. Wordt het in de Bijbel en in de gewone literatuur het rond der aarde genoemd? De aarde is als een bol in het midden van het universum geplaatst. En alles wat Beda schreef, kwam onmiddellijk op de verplichte leeslijst van de priesters terecht. Het klopt dat middeleeuwse wetenschappers terugkeerden naar het geloof in een platte aarde, maar Jeffrey Russell, hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit van Californië, Santa Barbara zegt in zijn boek Inventing the Flat Earth Columbus and Modern Historians vertaalt de uitvinding van de platte aarde Columbus en de moderne historici dat de theorie van de platte aarde niet meer dan een fabeltje is dat gebruikt werd om de premoderne Europese beschaving zwart te maken. Het geocentrisme daarentegen is een heel andere kwestie. Zoals het citaat van Beda al doet vermoeden, blijkt dat dokter Stenge gelijk heeft als hij zegt dat men in de klassieke oudheid geloofde dat de aarde het middelpunt van het universum was. Maar hier is een feit dat zijn kaartenhuisje met de grond gelijk maakt. Het geocentrisch systeem was geen product van religieus geloof, maar van de Griekse wetenschap. Anaximander, die leefde in de zesde eeuw voor Christus. Leerde dat de aarde een cilinder is in het midden van het universum. De Pythagoreërs, volgelingen van Pythagoras, trokken die centraliteit van de aarde in twijfel en beweerden dat zij rond een onzichtbaar vuur draaide. Maar Plato, in de vijfde eeuw voor Christus, geloofde dat de aarde een bol was die stilstond in het midden van het universum, terwijl sterren en planeten om haar heen draaiden. De Griekse astronomie nam uiteindelijk het geocentrisch stelsel van Ptolemeus aan. Dat in de tweede eeuw voor Christus door Claudius Ptolemeus geïntroduceerd werd en door vrijwel iedereen aanvaard werd. tot de Copernicaanse revolutie in de 16e eeuw, toen het geocentrisme een stille dood stierf. Maar ja, de kop 16e eeuwse wetenschap weerlegt tweede eeuwse wetenschap, doet het niet zo goed als. Zestiende eeuwse wetenschap weerlegt godsdienstige overtuiging. Op pagina 158 beweert Stenger het volgende. In de hele Bijbel wordt over de hemel gesproken als een firmament, een soort stolp boven een vlakke, onbewegelijke aarde. Hij verwijst zelfs naar Bijbelteksten om zijn bewering te staven en zegt verschillende Bijbelvertalingen geraadpleegd te hebben. Misschien had hij er ook even een Hebreeuws woordenboek bij moeten pakken. Omdat hij als basis een volledig verkeerde interpretatie neemt van twee Hebreeuwse woorden uit het Oude Testament. Het eerste woord is firmament, dat een algemene term is voor uitspansel, rakia in het Hebreeuws. Genesis 1 gebruikt het woord uitspansel niet in de betekenis van universum, maar in de betekenis van. Lucht en hemel, het gebied waar de vogels vliegen. Vers 20. Het gebied dat de aardse wateren, de wateren onder het uitspansel, scheidt van de wolken, de wateren boven het uitspansel. Vers 6 tot 8. Als Genesis 1 de zon en de maan beschrijft als lichten aan het uitspansel des hemels, is dat niet meer dan fenomenologisch taalgebruik. Deze hemellichamen bevinden zich zichtbaar in de lucht. Hetzelfde geldt voor de overige drie Bijbelversen die uitspansel gebruiken voor de plaatsing van de sterren. In 1957 begon Sir Patrick Moore met zijn langlopende populair wetenschappelijke serie over astronomie bij de BBC: The Sky at Night De hemel bij nacht. Niemand heeft ooit geëist dat de naam van het programma gewijzigd moest worden in. Het universum bij nacht. Of dat Moore de mensen leert dat vogels en sterren zich in dezelfde kosmische ruimte bevinden. De meeste mensen hebben genoeg gezond verstand om te weten dat fenomenologisch taalgebruik in een populair wetenschappelijk programma gebruikelijk is. En dat het zichtbare universum dat is wat we zien als we naar de lucht. Het uitspansel des hemels, kijken, Genesis 1, vers 20. Het tweede woord dat Stenger niet goed analyseerde is het woord cirkel. Hij zegt, Jesaja 40, vers 22, zegt duidelijk dat de aarde een schijf is. Merk op dat een schijf plat is. Dit zegt hij op pagina 177, noot 2. Maar eigenlijk staat er, dat God troont boven het rond, of de cirkel der aarde, wat betekent dat de aarde een ronding heeft en niet rond is. Stenger herinnert ons eraan dat een rond, dat is een cirkel, vlak is, maar vergeet te zeggen dat er ook een gat in het midden van de cirkel zit. Kijk uit waar u uw voet neerzet. Ik denk dat Jezaja wel begreep. Hoe absurd het zou zijn om de aarde in cirkel te noemen, als hij, mocht hij echt geloofd hebben in een platte aarde, ook het woord schijf had kunnen gebruiken. Hoewel dit aantoont hoe achterloos Stenger met woorden omgaat, is zijn echte probleem dat het Hebreeuwse woord gug in onze Bijbelvertalingen rond of gewelf zowel cirkel, boog, gewelf als omtrek kan betekenen. Net zoals ons vage woord rond, kan het gebruikt worden om er zowel twee- als driedimensionale voorwerpen mee aan te duiden. Jezaja bedoelde bijna zeker boog of gewelf en verwees daarmee niet naar de aarde, maar naar de hemel. Als dokter Stenger de tijd had genomen om het volledige vers te lezen, zou hij geweten hebben dat de God die boven het gewelf of de boog van de aarde zit, leest daarin, hij is hoger dan de hemelen. Ook de hemel uitbreidt als een doek en hem uitspant als een tent waarin men woont. Je leest poëtische fenomenologie, Victor. Geen oud-griekse wetenschap. Wie stenger leest en niets van de Bijbel weet, zou tot de conclusie komen dat de Bijbel ons een platte, stilstaande aarde toont die onbewegelijk in het midden van een uitspansel vol sterren en planeten hangt. Maar niets is minder waar. Stenger verwekt hier een weeskind, via de Griekse wetenschap uit de Chinese mythologie, verstoot het, legt de baby voor de deur van de Bijbel, beeld aan en rent weg. In werkelijkheid maakt de Bijbel zich helemaal niet schuldig aan het verkondigen van dit soort leerstellingen. Nergens wordt de vorm van de aarde besproken of wordt beweerd dat de aarde het centrum van het universum is. De Bijbel beschrijft het universum wel vaak zoals het wordt gezien vanaf de aarde. Doen we dat niet allemaal? Maar dan zonder ook maar een spoor van geocentrisch dogmatisme. De denkfout van de derde fret: Eenvoud genereert complexiteit. Dr. Stingers hoofdstuk De illusie van ontwerp kon wel door Charles Dickens geschreven zijn. Het doet me denken aan Dickens boek De oude rariteitenwinkel. In de eerste helft van dat hoofdstuk verwerpt hij achterin volgens Pelis Horloge, het creationisme, intelligent design, onherleidbare complexiteit, argumenten uit de informatietheorie en zelfs de juiste definitie van wetenschap. Hoe kan hij zoveel stof behandelen in slechts enkele pagina's? Door van alles te suggereren in plaats van bewijs te leveren. Hij verklaart gewoon dat al zijn opponenten en de meesten van zijn vrienden het mis hebben. Terwijl hij zijn lezers op een snipperjacht stuurt om in andere boeken te bewijzen te vinden waarop hij zijn stellingen baseert. Natuurlijk kan niemand in één boek alles bespreken. Maar denk eraan dat juist dit boek beweert te bewijzen dat God niet bestaat. We hebben dus recht op Bewijzen en niet op beweringen. Stenger komt in dat stukje tekst nog het dichtst in de buurt van een redelijk argument. Daar noemt hij het argument van de onherleidbare complexiteit van Michael Behee, dat stelt dat complexe functionele biologische systemen niet kunnen evolueren door natuurlijke selectie. Behe neemt een gewone muizenval als voorbeeld. Om te kunnen werken moet de val enkele niet verder te herleiden basisbestanddelen bevatten: een plankje, een veer, een metalen beugel, een vergrendeling en een scharnierend plateau voor de kaas. Als een van die onderdelen ontbreekt of niet verbonden kan worden met de andere onderdelen, zal de muizenval niet werken. Veel biologische systemen zijn hetzelfde. Om te werken, zodat de eigenaar er profijt van heeft, zijn er verschillende onmisbare onderdelen nodig die goed met elkaar samenwerken. Kan een dergelijk systeem stukje bij beetje opgebouwd worden door natuurlijke selectie? Nee, zegt Bihi, want natuurlijke selectie kan niet werken in een biologisch systeem dat geen overlevingsgerelateerde functie heeft. In zo'n geval is er immers niets om te. Selecteren. Een muizenval met een plankje, een beugel en een vergrendeling, maar zonder veer, werkt niet en zal de eigenaar van een graansilo niets baten. Ik zag ooit hoe een hermelijn een konijn ving en doodde. Dat is nu precies de soort selectieve druk die, volgens de principes van Darwin, zou moeten leiden tot het ontstaan van een nieuwe stam van superkonijnen die sneller kunnen sprinten dan een hermelijn. Daar heb ik geen problemen mee. Maar natuurlijke selectie zal een groene kool nooit in staat stellen zich snel om te draaien en hard weg te rennen voor die moordlustige konijnen. Een groene kool kan zich om te beginnen niet eens bewegen. En niet alleen omdat hij vast in de grond zit. Natuurlijke selectie kan alleen werken door het behouden of selecteren van toevallige verbeteringen in een functioneel onderdeel, tussen aanhalingstekens, van een organisme. Als door willekeurige mutaties sommige konijnen sneller worden dan andere, hebben die konijnen een grotere overlevingskans en vergroten ze op die manier hun kansen om zich voor te planten. Dat zogenaamde snel konijngen kan zich dan in de kolonie verspreiden en dominant worden. Ter vergelijking. Een willekeurige mutatie die een groene kool, een vluchtreflex, bezorgt, zou niet onderhevig zijn aan natuurlijke selectie, omdat die nieuwe eigenschap geen functionele waarde zou hebben in een onbewegelijke groente. Alleen functionerende systemen, systemen die van invloed zijn op overleving en/of voortplanting, kunnen door natuurlijke selectie aangepast worden. B.I. beweert. Dat complexe biologische systemen niet stap voor stap kunnen evolueren. Dat is de claim van de neodarwinisten. Want totdat het functionerende systemen zijn geworden, zijn ze nutteloos en heeft natuurlijke selectie er geen enkel effect op. Wanneer we vragen hoe een onherleidbaar complex systeem zou kunnen ontstaan, vragen we niet hoe. Snellere konijnen kunnen ontstaan uit eeuwige verliezers. maar hoe een kool pootjes zou kunnen krijgen. Stenger's weerlegging van Behey's argument van onherleidbare complexiteit komt neer op de bewering dat de afzonderlijke bestanddelen van de biologische systemen. waarmee Behey zijn argumenten illustreert, misschien al in de coulissen staan te wachten, maar andere, niet gerelateerde doelen hebben. Francis Collins geeft dezelfde verklaring in zijn boek De taal van God. Als alle onderdelen al in het organisme aanwezig zijn, hoeven ze alleen nog maar samen te komen om een nieuwe functionerende entiteit te creëren en klaar is Kees. Onherleidbaar complexe systemen zoals het zweepstaatje of flagellum van een bacterie, een soort chemisch aangedreven buitenboordmotor die uit meerdere onderdelen bestaat, kunnen dus spontaan ontstaan. Maar dit is helemaal geen weerlegging. Dr. Stinger heeft vast nooit een kast gekocht die hij zelf in elkaar moest zetten. Ook al zitten alle onderdelen mooi bij elkaar, ik kan hem uit persoonlijke ervaring verzekeren dat het weinig zin heeft om alle componenten bij elkaar te leggen, om ze vervolgens willekeurig te verplaatsen. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat hierdoor iets bruikbaars ontstaat. Elk onderdeel van dit bouwpakket is al voorbewerkt of aangepast om goed in het grote ontwerp tussen aanhalingstekens te passen. Maar je hebt nog steeds gereedschap, instructies en verstand nodig om de onderdelen samen te kunnen voegen tot een functionerend geheel. En denk eraan dat natuurlijke selectie niet kan helpen, omdat dat alleen maar werkt. In een al functionerend systeem. Of denk hier eens over na. De astrofysicus Sir Fred Hoyle vergeleek de kans dat leven spontaan zou kunnen ontstaan. uit bestaande moleculaire precursors. dat zijn uitgangsstoffen of grondstoffen. met de waarschijnlijkheid dat een tornado door een schroothoop raast. en uit de inhoud daarvan. Een Boeing 747 zou kunnen samenstellen. Zijn redenering was zeker niet waterdicht, maar laat me tenminste de vergelijking overnemen. Zelfs als alle onderdelen aanwezig zijn, maar op dat moment een andere functie hebben, is de waarschijnlijkheid dat een onherleidbaar complex biologisch systeem zichzelf spontaan in elkaar zet vergelijkbaar met de kans. Dat een tornado in een opslagplaats met Boeing-onderdelen een 747 in elkaar kan zetten. Alle noodzakelijke onderdelen zijn aanwezig, maar er is toch iets nodig dat meer intelligentie heeft dan een tornado om ze in elkaar te zetten. En als bij zo'n montageproces geen teleologie, dat is doelmatigheid, aanwezig is, waarom zou het dan gebeuren? Dr. Stenger beweert dat het een normaal verschijnsel is dat complexe biologische systemen zichzelf monteren. Maar dan schiet hij zichzelf in de voer door als enig bewijs de terugkerende patronen te noemen die vaak in de natuur gevonden worden of door computers gegenereerd worden. Het hangt natuurlijk ook af van wat we met complex bedoelen, maar ik vermoed dat de meeste mensen het met me eens zijn. Dat een terugkerend patroon iets eenvoudigs is. Niet complex, omdat zulke patronen veroorzaakt kunnen worden door toepassing van eenvoudige regels. Ik kan mijn computer opdragen om tot in het oneindige de eerste drie letters van het alfabet te herhalen. En hij zal met plezier een mooi terugkerend patroon op het scherm toveren. ABC ABC ABC. Er zijn maar een paar eenvoudige instructies voor nodig. Maar als ik mijn computer zou vragen om dit hoofdstuk voor me af te maken terwijl ik ga lunchen, zal die taak voor mijn computer te complex zijn om hem te kunnen volbrengen. De essentie van complexiteit ligt niet in terugkerende patronen, maar in de wijze waarop een systeem afwijkt van zulke patronen. Nog een voorbeeld: een eenvoudige elektrische sinusgolf is een terugkerend op- en neergaand patroon. Dat als een radiogolf verzonnen kan worden. Maar als ik wil dat het radiosignaal een drager wordt voor complexe informatie, een liedje bijvoorbeeld, moet ik de sinusgolf moduleren of vervormen, er een complex, niet terugkerend patroon aan toevoegen. Dat wil zeggen, informatie kan alleen via de sinusgolf, de draaggolf, verzonnen worden door deze te mengen met een complexe serie blipjes. ...gecodeerde muziek. Nog een laatste gedachte. Staat Dr. Stengers idee... ...dat eenvoud complexiteit voortbrengt... ...niet haaks op Dawkins argument dat God... ...als hij een zeer complex universum geschapen heeft... ...nog complexer moet zijn dan het universum... ...en dus hoogst onwaarschijnlijk is... ...zie hoofdstuk 1. Volgens Stenger zou een eenvoudige... ...en dus hoogst waarschijnlijke God... Een complexe wereld kunnen scheppen. Maar ja, consistentie is nooit een sterk punt van het atheïsme geweest. Er zijn veel fretten met denkfouten. Hoewel we amper de helft van Stengers argumenten hebben behandeld, moeten we het er voorlopig bij laten. Anders wordt dit hoofdstuk toch het boek als antwoord, waarvan ik zei dat ik het niet zou schrijven. Veel van Victor Stengers andere denkfouten komen sowieso nog aan de orde in de volgende hoofdstukken, als we het over de gevolgen van het geloof in God gaan hebben.